Een like geven met 2 duimen tegelijk is bijna onmogelijk. Probeer het maar. Bel de Creepypasta. Ik weet niet of ik dat wel wil. Momentje. Oh my gosh. Smell dog. Een van de weinige creepypasta's dat een dier is. Hey Smell dog. Nou ja, ik heb mijn verrassing verdiend. Want dat is hoe het werkt. Ik word gebeld door een creepypasta. En als ik opneem, krijg ik een verrassing. Of een taco! Nee, een verrassing. Smileys? Past bij Smeldak. Spam in de comments jouw favoriete emoji als je deze rakker wilt winnen. Ik weet zeker dat er niemand is, nu al een dubbele gewoon, die meer dan 10 reacties kan achterlaten. Ik ga niet voor je liegen, deze is cute. Dit is hoe ik vroeger naar mijn crush keek in de klas. Mijn juffrouw was mijn crush. Het werd niks. Zilveren en gouden smiley. 1 op de 100. Dude. Dit is letterlijk hoe ik eruit zie als ik iemand zijn cadeautje heb gestolen. Niet dat ik dat ooit zou doen. Je deed het gisteren nog. Oké, soms. Oeh, deze is zwaarder dan de rest. Hier zou de gouden nog wel eens in kunnen zitten. Was dat? Hij knipoogt echt zo van, ik kom je beroven. Koop het niet voor je vriend. Smileys van Smeldak. Wie had dat durven denken? Oh my gosh. Olaf.exe. En ik hoopte zo dat hij was gesmolten. Wacht even. Wat kan een sneeuwpop mij nou weer zeggen? Hey Olaf. Genoeg. Het antwoord is genoeg. Olaf, serieus? Een toilet? Zei iemand mijn sterrenbeeld? Bob, toilet is geen sterrenbeeld. Dit zijn de poppetjes die je kunt vinden. En sommige zijn extra zeldzaam. Bedenk 2 leuke namen in de comments als je ze wilt winnen. Wat zit hier dan? Dit is hoe mijn haar zit in de ochtend. En oh my gosh, we hebben Smeldak. Het blijft natuurlijk een feit. Veel creepypasta's zijn vrienden van elkaar. Oh nee. Toilet groen of blauw? Laat het hier beneden weten. Beginnen met blauw? Ik ben zo benieuwd hè. Oh snap, ik voel wat. We hebben meneer vitamine. En ik hoop maar niet dat je deze in het toilet vindt. Dat is wat de mensen die blauw hebben gespamd in de comments zouden hebben gekregen. Maar nu groen. Oké, deze is best nice, maar eigenlijk gewoon een insect. Maar deze hier, dit is een legendary. De kans dat je deze vindt is heel erg klein. Ik hou van toiletten. Ik ga trouwen met een toilet. Is dat niet verboden? Sinds wanneer gaan sneeuwpoppen naar het toilet? Ik moet zeggen, tot nu toe is deze challenge makkelijk. Ik word niet echt gebeld door een karakter wat ik te eng vind. Oh my gosh, Shadow Mario. We kennen Mario natuurlijk allemaal als de vrolijke loodgieter die de prinses redt. Maar deze Mario is denk ik een stukje anders. Hallo. Een heel stukje anders. Mario nog aan toe. Ik weet toevallig dat Mario.exe en Pikachu.exe beste vrienden zijn. Dus dit is te verklaren. Waar denk jij dat de betere kaarten in zitten? Spam alien als je deze denkt en spam aapje als je deze denkt. Ik denk de alien. Manaphy. Ik heb meer vertrouwen in de vogel. Vogel, stel me niet teleur. Horsey, Nickit, Eevee, Chudol, Keknia, Luxio en... Oeh, die is op zich best nice. Misschien had ik toch meer vertrouwen moeten hebben in de kikker. We hebben een Shinx, we hebben een Spinarak, een Boezel, een Q-Fanta, een Keknia. Oeh, we hebben een Amazing Rare. Deze is een paar eurotjes waard en dit is trash. Deze is wel sick man, kijk die rainbow. Ik ben benieuwd of het aapje dit kan overtreffen. Deze pack vind ik sowieso episch. Dit is trouwens de kaart die we zoeken. Een paar €100 is die waard. De kans dat je hem vindt is heel klein, maar we gaan het proberen. We hebben een Nickit, een Eevee, een Chewdolle, een Keknia, een Gassifleur, een Eevee en... Het ziet er cool uit, maar het is gewoon niet zo heel speciaal, you know. Tot nu toe heeft het alien blikje gewonnen, maar het aapje heeft nog één Oh, ik zie hier iets shinen. We hebben een Shinx, een Koffing, een Boezel, een Travenge, een Rollet, een team... Ja, woe! Crobat V-Max. Dit is denk ik wel een zeldzame. Oké. Al met al 2 mooie kaarten. Je kunt zeggen wat je wilt, maar Shadow Mario heeft me het leukste cadeau gegeven tot nu toe. En mijn cadeau dan? Bob, je gaf me een trui gemaakt van nagels. Ik heb er 3 maanden aan gewerkt. Nou ja, nu is het wachten geblazen tot... Of tenminste, hoeft niet te wachten. Silent. Oké, ik moet snel opnemen, dus ik hou het kort. Silent is een creepypasta die erom bekend staat dat hij niet praat, maar wel dingen doet. Hallo Silent. Is dit de stilte voor de storm? Dit is misschien nog wel enger dan een creepypasta die schreeuwt. Oké. Oh ja, trouwens, mijn rakkers liggen te slapen. Ik wil ze wel wakker maken. Als iemand mij wakker maakt, denk ik ook zagrijnig. Laat maar, Gappie is al wakker. Slaapt de homie nog? Homie is ook letterlijk net wakker. Jullie verdienen iets lekkers. Kijk eens wat ik voor jou heb. Kijk, woe. En homie mag natuurlijk niet ontbreken. Alsjeblieft, jongen. Oh. Wat is er? Je hebt toch al een snoepje? Nee, je krijgt er niet nog een. Ze willen ook altijd meer. Ze lijken op mij. Dit lijkt niet op iets wat je van een creepypasta krijgt. Laat 3 reacties achter met het woord roze erin als jij een cakeje wilt. Ik krijg best wel honger. Komt goed uit. Maar is de binnenkant inderdaad goed gevuld met chocola? Oeh, dat is bijna nog beter dan op de verpakking. Nep chocolade. Een cake die al 40 jaar in de verpakking zit. Als ik dit vroeger in mijn lunchbox zou vinden, zou ik een hele blije jongen zijn. Ik wil hun dan laten meeproeven, maar dat mag niet. Dus het is voor mij een ei. Niet te verwarren met roerei. Je kunt een diamanten unicorn... Ik dacht even dat ik hem gesloopt had, maar gelukkig niet. Bedenk een naam in de comments. Ik noemde Glitter. Wat een slechte naam, Job. Misschien is dat de reden waarom hij nooit praat. Hij wil zijn lekkere cakejes niet delen. Oh my gosh. Steve in Real Life. We kennen Steve natuurlijk allemaal uit Minecraft. En daar is hij goed. Maar wat als ik je vertel dat hij in Real Life wat minder goed is? Hey Steve. Wat ben je aan het doen? Oh my gosh, is hij bevriend met creepers? Man. Steve, wat heeft dit te betekenen? Gast! Oh my gosh, deze wil ik niet. Dit is letterlijk een haai die al geluncht heeft. En je kunt erin knijpen. Oh, dit is zo raar. Ik ga het gewoon zeggen. Bedenk een naam voor de haai als je hem wilt hebben. En laat ook weten, welke bad guy heeft hij opgegeten? Als dit nou de voet van de creepypasta zou zijn. Wie oh wie zit er in zijn maag? En wat is dit? Dit beestje zit in een kooi. We moeten hem helpen. Oké, luister. We kunnen hem eruit krijgen, maar we moeten het rustig doen. Met liefde, compassie en vooral geen geweld. Yes! Hij is vrij! En Steve zou Steve niet zijn als we niet zouden moeten minen. We kunnen letterlijk een fossiel vinden. En ja, dan moeten we wel heel veel geluk hebben. Maar ook hierbij geldt geen geweld. Hey! Wat hebben we hier? En wat hebben we hier? Dit is letterlijk een haaientand. Raad in de comments hoeveel tanden een haai heeft als je deze zou willen. Ik denk 2. Laat maar, er is niet meer. Maar ook dit is letterlijk een fossiel. Ik weet het, het lijkt op een drolletje, maar het is een fossiel. Inderdaad ja, ik mine op mijn manier. Of op die van Evil Elmo. Elmo is wereldberoemd. Iedereen wil hem zien. En daarom is er aan 1 Elmo niet genoeg. Maar toen ze er meerdere maakten, schoot er 1 met kop en schouder bovenuit. En dat was deze. Waarom vraag je je af? Hey Elmo. Het is een duistere variant van Elmo. Schildpadden slime. Ik moet het schildpadje redden. Dat ging makkelijk. Deze schildpad ziet er best wel echt uit. En dit lijkt op snot. Maar wat zit hierin? Oh, je ziet er letterlijk iets in zitten. Maar wat is het? Oh nee, dit is dat typische scheurslime. Yippie-jajee, het is een Crave. Een Crave. Dit slime heeft de langste naam ter wereld. Oké, dit ziet er best wel cool uit. Dit is alleen echt keihard. Wow. Oké, dit is niet echt slime. Dit is meer een soort van klei. Ik heb een snor. En het zou dus van kleur kunnen veranderen als het een andere temperatuur krijgt. Daar zie ik weinig van, want ik heb het voor mijn ogen. Thanks Elmo. Hoe duister die ook is, hij houdt van slime en ik doe dat ook. Oh my gosh. Iedere keer als ik denk dat het niet erger kan, wordt het erger. Lijkt wel wiskunde, hè? Ja, je hebt gelijk. Hé, dat is grappig. Smellcat. We kennen natuurlijk allemaal Smell dog die mij eerder belde. Sinds wanneer kunnen huisdieren bellen? Sinds er creepypasta zijn. En dit is de kattenvariant die een misschien nog wel engere glimlach heeft. Miauw. Miauw. Miauw, miauw. Ik denk dat hij mijn kattentaal niet zo goed vond. Bob, wat zei ik net eigenlijk in kattentaal? Volgens het internet zei je hem dat hij je mag opeten. Serieus? Nee, ik heb geen idee. Ik doe ook maar wat. Wat een kat wel niet kan geven. Wat is dit? Lijkt op een partypopper. Dat is het vast niet. Ofwel, moet ik stofzuigen. Mag ik er doorheen rollen? Ja, nee, Bob. Wow, geen promotie. Dit zijn mystery bags. En je kunt gouden wielen vinden. Super zeldzaam. Come on, man. Deze is al zeldzaam. Maar we willen de gouden. Dat is blauw. Wederom zeldzaam. Spam in de comments jouw lievelingskleur. Doe het nu, want we gaan checken of die hierin zit. Dat is blauw. Het is weer een zeldzame en deze verandert als je hem kantelt. Maar ik wil de gouden. Come on, man. Oeh. Dit is een super rare. Oké, dit is zeg maar het op 1 na zeldzaamste. Om heel eerlijk te zijn, het boeit me nooit wat erin zit. Ik vind het gewoon leuk om dingen te openen. En vooral... Oh my gosh. Als je kans kunt maken op iets zeldzaams. Dit is trouwens geen goud. Ik was even kleurenblind. Spam in de comments hoeveel wielen ik hier heb. Ik ben benieuwd of je het raadt. Hoe eng creepypasta's ook zijn, wat ze leuk vinden, vind ik ook leuk. Tenzij we het hebben over deze rakker. Bas.exe. Bas Lightyear is speelgoed. En speelgoed werkt vaak op batterijen. Maar wat als je de batterijen eruit haalt? Dan stopt het! Meestal, maar niet bij Bas. Sinds de batterijen uit deze Bas werden gehaald, werd hij anders. Duivels. Hallo, Bas. Geen speelgoed voor mij vandaag. Ja wat? Mensen moeten naar de wc. Je bent toch een alien? Alien zo. Doe het! Bas, ik zeg je eerlijk. Jij pakt groot uit. We moeten dingen opblazen. Serieus? Een brandblusser. Maar ik zit op het toilet. Als er een brand is, kan ik het zelf blussen. Snap je? Een avocado. Ik weet dat avocados populair zijn. Hij is zo cute. Bedenk een naam binnen 10 seconden en laat het in de comments weten. 10 seconden gaan nu in. Was dat het? Was dat het idee van... En dan hebben we dit. Dit is een soort van raar. Oh wacht, dit is een verrekijker. Dat is zo... Ik vind er niks aan. Dat waren alle creepypasta's. En wauw, wat was dat een ervaring. Shoutout naar Bob trouwens, die ervoor heeft gezorgd dat deze creepypasta's mij belden. Like, abonneer voor meer en aan... Wacht even. Wacht, wat? Bob, we hadden toch afgesproken dat we die niet zouden doen? Shadow Freddy, waarom belt hij mij? Omdat ik hem dat vroeg. Dat is niet afgesproken. Als ik op de rode knop druk, ben ik er vanaf en kan ik de video afsluiten en rustig verder gaan met mijn leven. Doe ik niet, ik druk op de groene knop. Hey, Nightmare, Shadow, Evil, Freddy. Nice! Is er een oorarts? Nightmare Freddy. En dit is inderdaad een nightmare. Dit zijn de allerheetste sausen ter wereld. En als ik zeg de heetste ter wereld, dan bedoel ik ook echt serieus de heetste sausen ter wereld. Het wordt steeds erger. Dus we beginnen met de eerste. Hot as hell. Serieus, staat er letterlijk. Dit sausje is even pittig. Het is pas de eerste, dus zo erg kan die ook weer niet zijn. Proost. Oh my... Eeuw. De tweede, uit de dieptes van de hel. Maak geen grap, zo heet hij. Ik weet niet of dit een verstandig idee is. Waarom zien al deze flesjes er zo eng uit? Proost. Ah, Ah, waarom zou je dit eten? Oh nee, dit is de enige die groen is. Een slangentong. Dat is letterlijk hoe die heet. Ja, ja. Ik ben letterlijk aan het zweten. Het is alsof ik een marathon heb gelopen, man. Oh, snap. 3, 2, 1, let's go. Oh! Oh! Oh. Oké, ik moet zeggen, dit is wel de lekkerste tot nu toe. Oké, de laatste. Hellfire. Extreme hot. Oké, luister. Oh, ik ben gewoon serieus verkouden aan het worden. Je moet je voorstellen, dit is zo ongelooflijk heet. Ik heb denk ik nog nooit in mijn leven zo'n hete saus uitgeprobeerd. Nou ja, in dat geval... Oh my gosh, het is een soort van lava ketchup. Ik ben er klaar mee. Oh my gosh. Vanaf nu bel ik alleen nog maar met mijn vrienden. Die heb je niet. Oké, je hebt gelijk. Oké, weet je, ik ga door met creepypasta. Stel je voor, jij zou een creepypasta kunnen bellen. Welke zou je bellen? Baldi, Slender, mijn oma, zonder kunstgebit. Dat is een echt enge creepypasta. Abonneer voor meer en adios. Bob, wat was dat? Je legt je telefoon onhandig neer. Hoe bedoel je? Hij lag op de tafel. De tafel stond in de weg. Bob, mijn iPhone.